Welkom weer bij een nieuwe video. Het is 7 uur, het is maandag, de eerste dag van de week weer. Een beetje later, vandaag de hele dag hebben we kasten in elkaar gezet. En dat is echt, we zijn echt de hele dag naar me bezig geweest. We hebben het huis gestofzuigd, nou Marije heeft dat gedaan. Verder hebben we totaal niks gedaan. We kunnen wel laten zien, want ik had nog geen kast. Dit is bijvoorbeeld Marije haar kamer, haar bed staat er al. En ik heb nog geen bed, want die moet nog komen, want die kwam later, want er was iets mis mee. En bijvoorbeeld de banken gaan dan komen. Dus ik heb nu een kledingkast die is vandaag binnengekomen en een tv-kastje. Marije heeft een hele inbouwkast. Dat heb ik niet, want dat kon niet op mijn kamer. En er was niet echt plek voor mijn kamer. Ik bedoel, dit kon wel, maar dat deden we gewoon niet. Nee, maar ja, dat is ook een beetje heel raar om dat te doen. Er is niet echt goede plekken om op mijn kamer een hele inbouwkast te maken. Dat is waar. Mijn kamer. Zie je, dit is niet echt. Dit is de deur, logisch. Dit is een troep. Oh ja. En ik moet echt leren om de kamer niet zoveel te bewegen, want wij zijn echt. Ja, maar gooi me goed in. Dit is de troep, allemaal. We moeten de deur nog plaatsen, maar in ieder geval, de eerste kast. Mijn kledingkast. Die we vandaag in elkaar hebben gezet, is dit. Tada. En dan moeten er. Zo, hier moeten twee komen en dan hier één. Precies. En dan mijn tv-kastje is dit. Zullen we even open? Dat kan. Deurtjes zitten niet echt nog goed met je. Ja, dan heb je dit. Dus dit is wel mooi. Dan heb je gewoon dit hoekje. Zo. Kast, balkonnetje. Ja, balkonnetje. Balkonnetje. Wat iemand een balkonnetje kan noemen. In ieder geval. Ja, en dan komt daar mijn bed zo te staan. Ik vind het een beetje wel mooi hier of zo. Ja, eigenlijk wel, hè. In ieder geval, dan heb je het zo. Morgen gaan we de kast afmaken. En dan ga ik mijn hele kast inruimen. Oh, ik weet niet echt of ik dat morgen ga doen. We moeten eigenlijk morgen, misschien kunnen we dan wel een video maken van... Oh ja, Marije en ik gaan een video maken van dat we onze kleding gaan opruimen qua... Nou, aanpassen. Kijk wat we weg willen gooien, wat we willen bewaren. En dat heb ik al heel vaak gedaan. Nou, maar ik heb hier bijvoorbeeld... Van, het is gewoon van wat je in je kleding. Ja. Deze twee tassen zijn sowieso clean. En dan in haar inbouwkast. Nou, niet in haar inbouwkast. Gewoon in de hal van de inbouwkast. De inbouwkast in de hal. Daar zitten ook nog de helft van mijn kleding in. Dus. Ik heb gewoon één. Ik heb letterlijk gewoon één lange kast in Barmijn. Ja, dus. Kunnen we dat wel eens doen? In ieder geval, ja, dit is mijn kamer dus. Dus er hoeft dan hier nog maar een bed te komen en zo. Ik denk echt, jouw kamer is hier zo goed, hè. Maar het lijkt überhaupt al groot. Wat moet je nou gaan als daar een bed staat zo, hè? Ja. Je kan hier nog gewoon dansen, man. Ja, dat is fijn, hè. Kunnen we TikTok-dansers opnemen? Dat vind ik echt heel kut, want dat heb ik niet met mijn kamer. What the fuck? Ik vind het echt heel kut, ik heb dat niet met mijn kamer. Maar je bent welkom, hè. Oké. Het is omdat het al zo laat is en zo, gaan we al bijna zo te eten. Nou, eigenlijk is het eerst 7 uur best vroeg om. Is 7 uur vroeg om te eten? Oké, laat het nog maken. Je moet even een reactie achterlaten. Hoe laat jullie eten in Nederland dan, hè? Wij zijn alsnog 6:30, 7 uur. Ja, wij aten ook al laat. En dan heb je mensen, vrouwen, vrienden. En dan ging om 5 uur al eten. Ja, dan denk ik van. Den gemiddag. Nee, wij eten hier, oké, nu is het een beetje frisser dan buiten zitten, maar gisteren, ik heb geen idee, meestal 8 uur, 9 uur. Ja, dat maar in de winter is het eerder, omdat het zo snel donker is en het is koud en dan heb je vrij snel een eten. Wij was 11 uur, 12 uur. Oh ja, makkelijk. Dat vind ik zo leuk. Toen we op vakantie waren in Spanje, waren we 6 weken vakantie om te kijken waar we gaan wonen en zo. Toen was er een camping en wij hadden al lang gegeten. Maar er waren Spanjaarden met kinderen en zo, met een camper naast ons, gingen pas om 12 uur eten. Toen wij hadden een les klaar. Echt baby's. Ja, dat beuters. Die gingen dan ook gewoon. Maar nu snap je eigenlijk gewoon hoe lekker dat eigenlijk al is. Maar ik heb wel heel veel TikToks gezien. Spanjaarden met kinderen doen dat eigenlijk helemaal niet. Maar hier wel. Nee, in ieder geval, maar niet. Ze doen als kinderen naar school gaan met hele jonge kinderen, gaan ze helemaal niet zo laat slapen. Nee. Nou, of. In het lichaam, maar niet iedereen. Niet iedere Spanjaard eet heel laat. Omdat ze jonge kinderen hebben. Toch is dat in Nederland. Ja, 100%. Iedereen eet anders. Het is ook van in Spanje gaan de restaurants voor echt avondeten gaan. Ja. Pas na 8 meestal. Behalve denk ik op hele toeristische plekken. Op toeristplaats gaan ze zo eerder, want toeristen eten eerder. Ja. Maar ik bedoel van Spanjaarden dingen is het meestal na 8. Ja. Ik neem deze even mee naar mijn kamer. Dit is zo'n. God, ik weet niet of ik hem open krijg. Natuurlijk wel. Ah, wel. Jij hebt, kijk maar, ik heb deze in het groen. Wat is hiermee gebeurd? Kijk, deze is niet meer de voorkant dat die was. Hij doet niet. Ik heb die in het groen. En dan heeft zij ook nog, dit was vroeger, shit. Dit beter? Dit
Dit was vroeger wat iedereen wilde hebben. Ja, maar dit ook. I mean, ja, maar dit was echt babylips. Van. Ja. Ik wil vandaag ook hardlopen, maar dat is niet gebeurd. Want er zijn allemaal beneden dingen gebeurd. Want beneden krijgen we, hoe noem je dat? Staatsdeuren. Ja, in ieder geval, dat krijgen we beneden. Wij krijgen een schuifdeur. Een deur om naar de kamer te gaan. Dat kunnen we later allemaal zo zien. En een hele ding. En dat was zeker. Nee, maar dat kan je nu ook niet laten zien, want ze zijn weer weg. Want ze moeten kijken of het past en dan gaan ze weer meenemen en dan gaan ze spuiten. In ieder geval. Ja, dus die zaten er ook al in om te kijken. Het was echt best cool om eruit te zien. Maar die grote heb ik niet gezien. Ja, die grote, ik heb het gezien hoe ze het in elkaar zetten. Hoe ze het neerzetten. Nou, ze zitten er dan. Ik zou zeggen, Spanjaarden die fuck echt niet meer uit. Ze weten echt gewoon, ik ramp door wat past. Ik heb dat niet gezien. De muren en jouw zwarte strepen weer. Ja, dat is wel. Maar dat moet allemaal toch weer naar. Ja, ik hoef het ding niet in mijn huis. Het is niet in jouw huis. Nee. Je hebt het al ook niet voor. Oké. Marijn, ik ga zo lekker spaghetti eten. Nee, Marijn, zo top of niet zin in. I mean, ik hoop dat ze. Weet je wat ze zei? Jij zei dat ik het zo moest zeggen. Van dat ik zeg maar niet met die saus wilde. En weet je wat ze dan zegt? Nou, ik hoop dat ik het onthoud. Kakker, nou, dat heb ik toch niet. Marijn is met een baby die wil witte spaghetti. Nee, maar dat is het niet. Ik vind macaroni met zeg maar. Met shit eroverheen, rode saus en alles shit, vind ik lekker. Maar spaghetti is dan, vind ik het dan niet. Dat is heel raar, maar de textuur is te snotterig of zo. Ik vind het alsof mijn slag naar binnen zit te schoten. Gadver. Nee, ik vind het niet lekker. In ieder geval, dit is week vlog 3. En Marijn en ik gaan proberen de camera overal mee te nemen. Overal. Probeer zoveel mogelijk te filmen. Wij moeten in die... Vloggenmodus komen. Influencer, confidentmodus. Ja, my god. Ja. Maar weet je wat ergens is? Op vakantie denk ik dat ik het wel aan zou doen. Opzettelijk kom je in het dorp doen we niet hoor. Allemaal. Nee, maar weet je wat? In Spanje heb je. Nou, is meer dat zou ik het ook niet doen. In andere dorpen misschien, waar je weet. Vinder! Nou, dit is. Je hebt gelukt dat ik niet. Bro, wat is dit? Heb je zo'n hoofd zo? Je lijkt geen hele hoofd. Oké, in ieder geval, ja. Wat had het eigenlijk over? Ja, we gaan hier filmen gewoon met een telefoon. Maar eigenlijk moeten we leren om het wel te doen. Maar oké. Ja, maar dus ook, weet je wat? Ik vind niet erg om een camera in hand hebben. Maar, zeg maar, die pluim erop. Gewoon zo'n wit pluimje erop. En dat maakt je extra influencer achter. Want bijvoorbeeld als je... Als je echt een hele goede camera hebt, dan heb je dat meestal niet echt nodig. Ook als je er nu op deuken in. Oh shit! Kijk, laat het van 2 meter vallen. Zolang wil we niet. Ik bedoel. In ieder geval, ja. We gaan vandaag nog wat doen? Nee. I mean, nee. We zouden eigenlijk liever kunnen, eigenlijk was, dit in elkaar zetten. Ja, ze niet op de planning. Nee. Dat was gewoon random. Dat was de hele dag was gewoon het beste. En, we zouden een video opnemen eigenlijk, met de kleding uitzoeken. Ja. Dan zouden we eigenlijk Nienke's spullen, de paar dingen uit de doos halen en zo. Ja. En dat was erger in de kast. Dat is gewoon 500 weken. Ook niet gebeurd. Wat zouden we nu meer doen? Ja, dat weet ik ook helemaal niet. Ik wilde eigenlijk ook weer even kieken op straat van motors in de ochtend. Ook niet gebeurd. Hardlopen, ook niet gebeurd. Nee, sorry. En jij gaan haar aha. Sorry. Maar ik heb wel het hele huis gestofzuigd, wat wel moest gebeuren. Ik heb de camera, ik heb video doorgezet van de camera en zover was het gekomen van mijn YouTube. En toen zijn ze allebei fucking op TikTok. Dit is echt niet normaal. Dat is echt verschrikkelijk. Die shit. Nou, ik hoef niet te verwijderen. En soms is dat ik TikToks leuk vind. Het is gewoon je spot gewoon dood als je een leuke ziet. Oh, hij ligt zo lekker spaghetti eten. En dan gaan wij wel misschien nog wat filmen voordat we gaan slapen. Nou, weet je wat we ook gaan kijken, Nienke? Nou, pretje dan. Nee, het is een Bidigerton. Breedgerton. Mag hij wat Breedgerton te kijken? Ja, maar het is heel leuk, maar je moet even inkomen. En ik vind het zo verschrikkelijk om in te komen in de serie. Ja, ik vind het eigenlijk... Ik mag nooit series of films kijken die ik wil kijken. Dan wordt ze helemaal zo gaandig als ik zijn niet wil kijken. Ze sleurt maar in die shit mee. Ze loopt gewoon te jakken als ik niet wil kijken. Okay, dat is zo overdreven. Nee, veel voelt het wel van mij. Nee, maar ik zeg gewoon... Breedgerton kijken. Dat is zeker waar. We gaan spaghetti eten. Over een uur. Oké, we gaan verder TikTok. Dat was zo raar. Ik wilde een high five geven en jij wilde opeens dat doen, maar jij deed opeens dan dit. Er kwam echt een scheetgeluid uit. Wacht even, hou van.
Fietje op mijn broek. Wij gaan even, denk ik, weer op bed. Nee, we moeten nog wat anders doen. Een vergadering houden. Of hoe we ons leven kunnen redden. Oké. Okay. Het is weer de volgende dag. Marijn staat hier. Er zijn allemaal mensen bezig. En mijn bed is geleverd via het balkonraampje wat ik heb. En mijn kamer staat nu helemaal vol. Dat is echt niet normaal. Kijk dan. We hebben 2 kastdeuren erin gedaan. Oh ja, we hebben 2 kastdeuren erin gedaan vandaag. Dat zijn de matrassen. Dit zijn de onderkanten. Daarachter zitten voor de tegen de muur en deze topper. De 2 banken zijn ook geleverd. Oh ja, die zijn nog mee bezig. Ja, nee, maar I know, maar ik bedoel van, ze zijn geleverd soort van. Ja. Er komt eentje in de woonkamer en eentje in de eetkamer. Ja. Wie gaat zo'n foto's? Het is een harde bal, je wilde niet weten hoe. Je wilde niet weten. Hoe snel die camera moest opruimen. Oh, ik piste in mijn broek. Oké, nu gaan we wel zo, want het wordt alleen awkward en awkward en awkward. En elke keer kent ze, komt er weer iemand binnen. Dit was het. Waarom doe je dit niet, hè? Update! Kamer is klaar. Let's go! We hebben ze in elkaar gezet dus. En ja, we hebben hem nu hier staan. Zo. Tada. Correct. Ik heb de beer aan het kussen opgelegd. Ja. En oké, kijk niet even naar je kerstman, maar de kastendeuren staan erin. En dit kastje, en nu zit al mijn troep hier. Dan kan je hier lekker zitten, zo op je stoeltje, naast je dingetje, gewoon lekker hier bij je kledingkast. En dan kan je zo heerlijk naar buiten kijken. En Marij ligt op mijn bed. Oh. Jij ging vannacht die sabbe. Marij wil daar uit mijn kamer hebben. Eeuw. Oh, oké. Okay. Oh, mean. Nee, dat weet ik niet. Dat meen ik niet. Nee, maar ik kom echt bijna janken. Wat? Het was echt emotioneel pijnlijk. Dat ik je uit mijn kamer wil? Ja. Ja. Maar dat is het nog steeds. Ik wil jou ook uit mijn kamer. Maar het hoeft niet gelijk. Weet je wat het is? Vanaf kleins af aan heb je al de grootste kamer gehad. Moet je nagaan. Zelfs groter dan de kamer van papa en mama. Dat is echt erg. Ja. Dat vind ik echt niet nice. Ja. Ik krijg altijd. Zeg maar, uiteindelijk kies ik een kamer. En dan denk ik van, dit is echt nice. En dan krijg ik niet een kamer. En denk ik van, bro, wat de fuck heb ik gedaan? Hoeveel huizen hebben we gewoon? Van de meeste huizen in Spanje staat op dezelfde kamer. Ja. Maar Eén keer heb jij de grootste kamer gehad. Dat was nog steeds een minikamer. Er zat geen 1 tegel verschil in, man. Zo'n klein stukje. Nou, dat is heel overdreven. Ja, maar die kamer was alsnog klein. Het gaat over grote kamers. Daar kon je, daar stond 1, 2 persoon, anderhalf persoon bed in. En het was vol. Dat is niet groot. Oké. Okay. Dus de banken zijn ook binnengekomen, die kunnen we even laten zien aan jullie. En de douchewand, het glas is ook gedaan. En de spiegel. Oh ja, die is ook en boven. En de bovenwc hier is gekit, omdat dat ding bewoog. Dus daar moeten we niet op gaan en zitten. En de wc van deze moet veranderd worden, deze lekt. Ja, dus in ieder geval, dit is de badkamer op beneden. De verdieping van de echte keuken, de woonkamer, zo'n eetkamer. Dit, hij staat er nu in de wand. Van de douche? Van de niet douchen? Nee. Is je hard nog laat maken? Dit is een spiegel. Kijk even hoe het valt. En dan doe je hem zo aan hier. En dit is dus dat hij verwarmt. Dus dat de damp van de dingen afgaat. Ja, gaan we dat ooit gebruiken? Nee. Oh, dat is nu wel kunnen. Dan moet je ook weer die spiegel schoonmaken wanneer je doucht. Ja, dat is zeker. In ieder geval, dus ik heb deze verband. Heel mooi. Ja, deze, want hij lijkt. Lampje uit en dan gaan we naar de bank. Ik denk niet dat heel veel mensen ervan gaan houden, maar... Oh, dat is erg. Vieze broek. Oké, je moet even denken, de stijl wordt heel anders. Deze tafel gaat weg, want dan matcht totaal niet met deze bank. Deze stoel zijn van dit is de enige eigenlijk, de enige wat hier komt te staan wat een beetje oud lijkt. Hier komt veel meer moderne shit bij, zodat het niet oud lijkt. Klopt, die fiets gaat ergens naar anders naartoe. Deze stoelen zijn van de eetkamer, dus die moet daar nog heen. Ja. Dat, het moet nog allemaal gefixt worden. Ik vind dat lampje er wel echt heel mooi bij staan. Bij die gaat papa waarschijnlijk ook wegdiepen. In ieder geval, dan is het zo hier. Dus, maar het moet nog even helemaal veranderd worden een beetje. Maar verder, deze bank zit wel verder echt best wel lekker. Dus echt gewoon lekker groot. Ja, jullie zijn nog zo min, die zijn afschuwelijk bang. Maar jullie luisteren naar mij. Weet je wat het is? No. Mij boeit nog niet wat voor bank dit. Nee, mij ook niet. Dus ik vind deze wel echt fijn. Als het punt was van deze bank, dat het een kleur zou zijn, dat al de... Op de camera ziet hij er donker... Kijk, hoe gooi je eruit zie je camera. Wat de fuck? Hij is veel groen, hij is veel kikkerlichter. In dit licht is die... Wacht, misschien... Shit. Eeuw, wat voor kleur is dit nu?
Oké, op de video is het echt disgusting. Hij is wat lichter getint. Wat lichter. Misschien ja, hij ziet er nu als moerasgroen uit, maar het is wat lichter groen. Maar ja, dat kan je niet echt goed op de camera zien. In ieder geval, we hebben nog een bank. Kom mee. Maar die is nog niet uitgepakt. Nee. Want in die kamer moet de kachel nog gedaan worden. En de... Kijk, hier komt de chantage-deur. Oh ja, hier, want kijk, de gaten zijn al ingeboord. Schuifdeur. En dan komt correct. Hier een hele... En hier komt een... hele grote hier. Oké, maar ze hebben hem al gepast en shit. Dus dit is de andere bank. Is Ja. Nee. Dat kan je niet zien in de kamer, want het is tegengeheigd. Maar het is groen. Het is groen, het is donkergroen. Donkergroen. Het enige wat nog gedaan moet worden zijn de tegels. En dan boven, oh en nog dingen hangen. En dan boven ook nog bij die keuken. Ja. Oh, we kunnen nog even de crunch buiten. Want dat is vorige week nog totaal niet laten zien. Dat is een goeie. Plant nummer 1. Plant nummer 2 zijn hetzelfde. Ja. Plant nummer 3 is een sinaasappelboom. En een margrietje niet. Ik had hem 4. Nee, dat hadden we gehaald. Ja. Poeh! Ja, dat is wel grappig. Ik ga verder eten. Marije heeft honger denk ik weer, dus je gaat weer weet ik veel eten. Ja, maar dat doe ik zo meteen pas. Oké, ik heb geen zin meer. Nou, in ieder geval verder hebben wij niks op de planning staan dan van vandaag dus. Nee. Denk het is al 4:15 al. Want ik kan nog een hele dag editen, maar in ieder geval... Ja. Het is weer de volgende dag. Het is vandaag woensdag. En het is 3:15. Marijn en ik gaan hardlopen. We hebben vanochtend niet gesport. Want gisteren was dus die douche van terecht. Maar je mocht dan 24 uur niet douchen. Dus om 3:00 mogen we douchen. Dus we gaan nu hardlopen. En kunnen daarna gelijk douchen. Maar eigenlijk was het niet de planning dat Marijn meeging ook. Maar opeens zei ze gisteren, ik ga mee. Dus ja, nu gaan we samen hardlopen. We gaan niet echt achter elkaar hardlopen. We gaan... Weer een Nienke's rare schedule. Ja, het is een app en dan kan je weet je, nou niet echt je conditie, maar gewoon dat je gaat rennen een minuut en dan ga je lopen een minuut, dan rennen een minuut, lopen een minuut. En dan gewoon zo door. Omdat ik ben zo slecht, mijn conditie is zo slecht en de laatste keer dat ik zo misselijk word, ga ik niet meer, dat wil ik niet meer hebben. Dus dan doe ik het gewoon zo. Nee, ik doe het meer gewoon puur dan bewegen en dat ik gewoon misschien ietsje meer conditie krijg. Dus wij gaan hardlopen en dan komen wij zo meteen terug. We rennen zo terug van het hardlopen. We hebben 8 minuten hard gelopen en zoveel minuten gelopen, geen idee eigenlijk. Wel, je blijft op mijn kapsel zo. Fuck off. Nou, we moeten even afwachten of we kunnen douchen alvast en dan zijn we schoon. Ik heb vandaag alweer een video geëdit en zo, helemaal klaar. Die staat al helemaal klaar, dus verder moet ik nog even een thumbnail maken. Verder ben ik helemaal klaar voor vandaag. Dus Marijn en ik gaan nu even douchen. Goedemiddag, het is weer de volgende dag. Het is vandaag donderdag en Marijn en ik hebben weer vandaag niet echt heel veel gedaan qua filmen. En het is ergens bijna 4:00 denk ik. En ja, ik heb een video weer even geëdit en een thumbnail gemaakt en alles zodat die klaarstaat. Maar er zijn alweer wat dingen veranderd in dit huis. En kijk, we hebben ook ik heb met mijn moeder een boterkoek gemaakt. Is zoals jullie hier kunnen zien, hangt er een plank. En dan later komen hier tegels zo tegenaan. Bij de rest, oh ja, zijn we schilderijen aan het ophangen. Mijn kamer heeft ook schilderijen, dus kom maar mee. En dan mijn kamer heeft deze twee hangen. Wat echt mooi is. Dan is er boven bij de keuken ook nog wat veranderd. Oh, deze hangt hier ook. Verder is de keuken dus ook af. Dit staat al veel beter dat het met zwart is en doorzichtig en zo. Maakt de keuken gelijk af. Het is wel een troep, want... Zwaar je dus bezig bent en hebt ruimte nodig. Dus dat is verder allemaal veranderd. Dus elke keer wordt het steeds meer af. Ik heb even wat laten vallen, dus wacht even. Nou, in ieder geval, ik ga verder met dingen regelen achter mijn laptop. Marije is helpen met een schilderij op haar kamer hangen. Dus die kunnen we zo meteen ook wel laten zien aan jullie. Marije, haar schilderijen zijn eindelijk ook opgehangen. Deze heeft zij zo hier. Zit perfect in het midden van de muur en dan niet van het bed. Maar de muur gaat ook schuin, dus het zou nooit echt mooi zijn als het in het midden van het bed zit. Hier zit Marije druk bezig. Want het is muziek aan het luisteren op tv, terwijl we hier een radio hebben, maar ja. Ik ga weer verder op mijn laptop. En net heb ik echt de hele tijd buiten gezeten en boek lezen. Maar ik ben gewoon, soort van mijn buik is gewoon, ik heb een hele streep op mijn buik. Omdat ik, mijn shirt is dan in mijn broek en er zit hier zo'n streep van dat het bruin is geworden. Dus ja, dat ziet er niet echt... Fantastisch, ja. Vanochtend heb ik haren gewassen en
één wil doen, dacht ik, doe eens een keer een vlecht in zelf. Maar mijn vlechten komen maximaal tot daar, als ik het zelf doe. Dus dan dacht ik, ik doe wel nog een keer met een ander elastiekje en dan heb ik er zo twee. En dan morgen heb ik een beetje wavy krullen, weet ik veel. In ieder geval, ik ga dus weer lekker bezig. Marije is ook weer lekker bezig, dus ja. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag. Marije en ik hebben vanochtend gesport. Ik heb net een cake gemaakt met mijn moeder, een chocoladecake. En ik zit nu hier op mijn eigen kamer eens een keer om te gaan editen. Ik heb alles klaar liggen qua alle spullen en zo. Ondertussen moet ik vanmiddag ook nog hardlopen, maar het is vandaag ietsje slechter weer. Dus ik moet even wachten tot het ietsje warm wordt. Ik heb nog wel mijn sportkleding aan, maar ja. Het is een beetje bewolkt. Dus heb ik een geurkaars aangedaan. Alleen het dingetje is zo klein dat het heel moeilijk was om hem aan te zetten überhaupt. Dus in ieder geval, ik ga nu editen en ja, dan ga ik zo meteen hardlopen. Ik geef even een klein update. Ik ben zelf nu bezig met, even kijken hoe we dat gaan filmen, met staafleren. Boei is heel veel, maar niet. Dienke en mijn moeder hadden cake gemaakt. Dat heb ik nu gekregen. Kijk hoe dik, jongen. Dan. Ik hoop dat ik haar nog kan zien. Ik heb een foto gemaakt. Maar dat werkte denk ik niet. Ik weet niet. Nee, ik kan haar nu niet meer zien. Maar Nienke is ergens hier aan het hardlopen. Ik weet alleen niet waar. Ja, Nienke is aan het hardlopen. Ergens in de velden. Ik ben met mijn slaas bezig. Het is zaterdag, een nieuwe dag. Het is bijna 9:30. We gaan naar een soort markt of zo. Om te kijken of er leuke dingen zijn om te kopen. En vanavond gaan we naar een motocross show. Dat ze gaan vliegen en zo in de lucht. En salto's maken en zo. Want Marijn en ik hadden ooit in juli gingen naar een concert naar iemand. En vrouw wordt zwanger. Dus hij is gecanceld precies in een maand waar wij moeten. Dus nu hebben we gewoon gedacht, weet je, laten we dit doen. Want dit zal ik op Instagram langskomen. Dus dan gaan we nu naar zo'n motocross show. Maar dat gaan we allemaal filmen voor jullie, hoop ik. In ieder geval, nu moeten we elkaar klaarmaken. En ik heb nog steeds echt van donderdag mijn vlecht in. Dus. Oh, dit is disgusting. Ja, ik denk eigenlijk, is dat eigenlijk disgusting? Ik weet niet. Het is wel de beste manier om je haar niet vet te laten maken. Denk je? Krullen. Zo, het ziet er ook niet graag. Maar ja. Zo, het is mijn haar. En omdat dit is niet meer krullend, omdat dit er niet meer in zit na die 500 dagen dat ik de vlecht in had. Dus nu moet ik dit kammen. Ik ga even met Godspeed mijn nagel eraf halen. Dat is disgusting. Marijn en ik hebben rollers. Als je vaker stinkt aan deo, helpt niet. Rollers zijn beter. Vooral onder ongezond. Ja, rollers zijn beter. In ieder geval voor ons dan, hè? Ja. Oh, we hebben nog 7 minuten en dan moet ik nog mijn haar kammen. Maar ja, dat is easy haar kammen. Ik heb mascara opgedaan, niet dat je dat kan zien, maar ja. Waarom heb jij nou mijn mascara opgedaan? Ik dacht voor vanavond alvast. Ah, nee, niet dat iemand in de nacht gaat zien hoe dat eruit ziet. Misschien kunnen onze toekomstige motocross vrienden vinden. Ja, oké, Marijn en ik gaan ons klaarmaken en dan zijn we zo meteen terug. We nemen de camera niet mee, want het is op een markt en zo. En dat is niet heel boeiend, denk ik. In ieder geval. En als het wel boeiend is, ik heb altijd mijn telefoon mee, dus. Het is niet zo'n haar van een normale vlecht. Het is nat. Ja, haren wassen en ik heb het niet. Maar dat heb ik nog niet, want bij mij gaat dit dan. In ieder geval, wij gaan naar de badkamer en ons klaarmaken. En dan komen we zo meteen. Zijn we weer thuis, denk ik. We zijn weer thuis. De markt was niet echt een succes. Het was helemaal niet groot. Er waren zo'n vijf dingen. Dus we zijn gewoon doorgereden. Toen zijn we doorgereden naar de kust en hebben we daar een tostada gegeten. Met thee en zo. We zijn gelopen. Ja. Bij Lidl geweest. Ja. Toch naar huis. Ja. Nu zijn we thuis. Het is nu 3:15. Motording begint om 8:30. De deur gaan open om 6:30. Dus wij gaan rond 6:00 weg. Volgens mij. En dan gaan we daarheen. Dus nu kunnen we nog even 2 uurtjes rusten. En even eten. Ik heb hier ook bij dicht. Maar ik kan echt niet meer. We zagen ook op onderweg, we reden in de bergen, dus we zagen echt 7 Porsches achter elkaar, want het was een hele club. En daarachter was een Honda S2000. En daarvoor was nog een, hoe heet dat? Met die koplampen. Oh ja, een oude Porsche. Dat was een Porsche. Dat was geen Porsche? Dat was een Porsche, maar dat was een oude Porsche. Die rode? Ja, dat was een oude Porsche. Met die koplampen. In ieder geval, dus ik ga lekker buiten zitten en Marije gaat YouTube kijken, denk ik. Oh,
Kijk, maar hij heeft deze gestolen. Nee, niet gestolen, want ik weet bij de voor mij. IKEA kan je ook van die meetlintjes nemen. Nou, dit is bij de Lidl. Dit is bij de Lidl, zeg maar. Tada. Prachtig. Hoe zit Spider? Oh, nu als ik dit om je heen doe, dan ben je zo iemand die gaat kijken bij iemands jurk. Zo, we zijn ons klaar aan het maken. Het is kort voor 6 en ik heb dit aan. En mijn ene flare broek weer. We hebben het pluimpje eraf gehaald, want ja, het gaat niet echt waaien. Maar ik bedoel van, dan lijken we minder op vloggers. Dus ik hoop dat het überhaupt naar binnen mag. Anders moet je hem terugkomen. Ja, dat is zeker waar. Oké, ik neem jullie mee met de camera. Mijn tasje, ook al telefoon in. Even goed checken of ik alles mee heb qua. En dan zeggen ze, weet je, jij mag niet naar binnen, want jij hebt niet, jouw naam staat niet op de tickets. En dat zou niet zo handig zijn. Marije, mag ik binnenkomen? Oké. Dan gaan we hier naar binnen. Oké. Dan zet jullie even hier neer. Waar heb ik eigenlijk dit ding gelaten? Oh, zie. Ik hou altijd alles kwijt. We gaan even onze laatste ding doen in de badkamer. En dan gaan we, misschien maken we onderweg shots. Voor jullie, dat we in de stad zijn, maar in ieder geval, ja, tot zo. Alles! Para Alicante, para vosotros, para el Campeonato de España. We'll be right back.
weer thuis. Het is 12:30. We hebben even een lekkere pizza aan nu. Voordat we gaan slapen. Om even ons maagje te vullen. Wij zijn een beetje doof geworden. En Marije heeft geen stem een beetje meer. Ja, maar het is van... Ik denk, nu is het al zo. Het is een beetje schor. Maar ik denk dat morgen... Ik hoop dat jullie hebben genoten van de mooie shots die Marije en ik allebei hebben genomen. Maar het is van, als je filmt, merk je amper het. Want je kijkt naar de camera en dat is niet hetzelfde gevoel als je het echt ziet. Dus daarom gingen we even afwisselen. Ja, dus mijn shots zijn hoog zijn. Peter. Ik moet morgen eigenlijk wel vroeg mijn bed uit, want ik moet editen en zo. Ja, maar je kan toch 9 uur of zo, toch niet? Ja, weet ik nog niet. Dat zie ik dan wel weer. Want je gaat toch niet sporten? Nee, dat is waar. Marije en ik gaan lekker onze pizza eten. En dan gaan we slapen. Zo snel mogelijk. Maar we gaan even YouTube kijken met onze pizza. Eet smakelijk. Ja. Goedemorgen, het is zondag, de laatste dag. Ik ben vanochtend om 8 uur op gaan staan om te editen en zo. En allemaal dingen te doen. Nu ga ik naar beneden om eten te maken. Want het is 12 uur volgens mij. Nee, het is 1 uur. En ik ga nu eten maken. Ik heb al gegeten. Even meer eten, want het was een beetje weinig. Oh, wat een plank hier. Oh, wat fijn. Ik kan gewoon opstaan. Ik heb nooit zin in de ochtend om brood te eten. Dus de laatste tijd eet ik een soort van crackers. Kijk, zulke. En dan eet ik er 2 of 4 met salami of en kaas. Dus nog over gisteren. We kwamen zo in de stad en we moesten een plek zoeken. Want ze hadden geen echt een parkeerplek om daar te parkeren. Want het is echt midden in de stad. Dus wij maar zoeken en zoeken en zoeken. Toen hebben we maar geparkeerd bij het kasteel van de stad, van Alicante. En, maar dan moet je maar hopen dat die auto er überhaupt nog wel uitgaat. Want er was ook, in Spanje heb je geen lijn en mag je niet parkeren. Want er staan overal auto's. Maar ja, in Spanje wordt er niet zomaar opeens weg. Ding is niet voor wat denk ik dan. Ja, dus wij maar hopen dat die auto er nog stond. Maar er waren andere mensen die in de auto over waren gestaan. Dus dat was prima. Maar die wanneer stond me toch aan rijden. Dat is niet normaal letterlijk. Dan heb je bijvoorbeeld hier de ingang. En dan heb je dan hier een muur van. Hier de ingang. Hier de huisje ernaast. Dan nog zo helemaal. En dan daarachter was de lijn helemaal nog. En dan had je nog een deur. Dus aan de andere kant was ook zo'n lijn. Maar we waren wel goed op tijd. Dus we hadden een goede plek. En dan ik ga even mijn eten klaarmaken. En dan laat ik ze jullie zo meteen maar zien. Nou, dit is het dus. 2 salamiplakjes en een plakje kaas. Ik ga even naar Marije, want zij heeft wel uitgeslapen. Wanneer ging jij naar bed? Heel juist. Oké. Ik was om 10 wakker. Uh-huh. Maar ik bleef mijn bed op 12. Nee, 11:30 hebben we. Heb je mij nog horen eruit gaan? Nee. Moet ik dat meenemen? Ik kan niet zoveel meenemen. Oké. Nee, geef me gewoon zo. Dat ik ze zo kan pakken. Eentje zo. En eentje zo. En dan... Zo. God. Ik kan niet weten. Ik kan wel niet de deur dicht doen. Ik kan hem dicht duwen. Loop ik dan. Ik wil niet vallen nu, want dan ben ik echt dood. Au, au, au. Alles zit vast. Mijn vingers. Oh, kijk wat een mooi weertje. Oh, heerlijk. Ik ga zo meteen echt lekker buiten zitten. Waar is mijn boek? Even kijken. Oh, dit is mijn boek. Deze heb ik al... Au, wacht. Zit hieronder. Dit boek heb ik al echt heel lang. Maar dacht ik, ga hem weer eens lezen. Het is niet echt een... Ja, Ik vind het wel een heel leuk boek, maar ik bedoel van... Het is meer... Laatste tijd lees je eigenlijk nooit zulke boeken. Maar ik dacht, ik ga gewoon weer een paar oude boeken lezen. Nu ga ik eten in mijn kamertje. Je hoort ook allemaal motors zo schoon. Dan denk je van, oh, ik wil ook mijn motor gaan verzellen. Marije heeft het nog erger. Ik heb het heel erg met auto's. Dat ik zo graag kijk van, motorrijders halen kan. Is het nog makkelijk te halen als je bijvoorbeeld een normale baan hebt? Je kan ook best wel makkelijk een motor betalen als je heel goed spaart en zo. Maar ik bedoel van, als jij een dikke auto hebt, is het zoveel moeilijker. Want meestal, je kan ook tweedehands auto's kopen. Maar ja, dan heb je, dat is niet mijn droomauto. Dus ja, dan is het pech. In ieder geval, ik ga eten nu en verder aan YouTube werken. En dan komt mijn droomauto misschien wel.
Het is alweer een paar uur later en ik ben net klaar met editen. En de video komt ietsje later dan wat hij hoort te doen. Omdat er een fout zat in mijn edit. Nou, eigenlijk 3 fouten. In ieder geval, nu ga ik even afwassen. En dan ga ik daarna even stofzuigen omdat ik dat doe. En het is een beetje vies, dus kijk, dat ga ik doen. Onze ouders zijn toch weg, dus dan kan ik dat wel voor hen doen. Dus we hebben niet heel veel afwas, maar het is gewoon van... Het is wel fijn als je thuis komt dat dit gewoon weg is. Dus dat ga ik even doen. En dan boven bij mij sowieso mijn kamer stofzuigen. En gewoon die verdieping sowieso. Misschien deze verdieping ook. Want ik zie hier ook alweer dingen liggen. Dus daar ga ik mee beginnen. Ik denk dat ik voor jullie even een timelapse ga maken dat ik ga afwassen. Ik moet alleen nog maar even deze borden in de kast zetten. Zo, nou dan ben ik hier klaar. En dan moet ik deze even meer naar boven nemen. Ik heb het gevoel dat het boven misschien ook nog afwas is. Want we hebben boven nog een keuken, maar daar staat misschien mijn yoghurtbakje. Een schaal, een kommetje waar je je yoghurt in doet. En die heb ik volgens mij hier, denk ik. Of niet? Ja, zie je? Hier zijn ook nog dingetjes wat moet opgegaan worden. Dus dan neem ik dat mee naar beneden. Nou, dan ga ik dit nog even doen dus. En dan ga ik even stofzuigen. Het is 10:55. Het Marije heeft... Wat heb jij net gedaan? Gewoon muziek gedaan? Ja. Ik heb net een serie gekeken. Nu gaan we slapen. Ik heb daarvoor hele tijd YouTube gekeken, maar weet je wat ik altijd heb? Nou, zeg maar met YouTube video's, dan kijk je te veel of te lang YouTube video's en dan kijk je bijvoorbeeld dezelfde soort video's of hetzelfde mens continu. En dan worden op een gegeven moment, dan merk ik gewoon dat ik op mijn telefoon aan het scrollen ben en nog niet meer aan het kijken, maar ik ben gewoon boord. Dus op een gegeven moment zet ik gewoon YouTube uit en dan kan ik beter op mijn telefoon zitten dan naar iets kijken wat ik eigenlijk gewoon niet kijk. Maar ik ga lekker slapen. Morgen gaan we weer volgend nest uit. Maar dit is de laatste dag, dit is zondag. Dus het einde van de week vlog weer. Wat hebben we eigenlijk gedaan deze week? Ik heb het volgens mij niet veel gedaan. Jij sowieso niet. Oké. Okay. Ik zeg, gisteren naar de motocross show geweest, maar. Ja, en ik heb de rest van de dag ook Spaans geleerd. Ja. Vandaag ook weer afgehaakt. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende week weer.